Nou, Jan heeft zelfs een fanboek gekocht. Nee. We hebben niks kunnen vinden, man. Nee? Een half uur rondgelopen. Oh, oké. Okay. Alleen Vincent heeft schoenen. Alleen Vincent heeft schoenen. Hij dacht wel zelfs Jan. Nee, dat ga je sowieso door. Wanneer ga jij kunnen zwemmen? Wanneer ga jij kunnen zwemmen? Het is hierna als het thuis zijn. Ja. Maar dan is het al de pielen eruit. Kun je er vaak niet zwemmen, hoor. Zo'n gupje in het water. Heel erg snoezen. Dit is... Nou, stel je heel kort voor. Bethesda Bart. Ik ben Bart. Bethesda Bart, BB. BB, Bethesda Bart, BB, man. Oké. Is de bad boy hier. Die gaat ons... Begeleiden. Begeleiden, zou ik zeggen. Dat hebben we ook nodig. Ongeleide projectielen zijn. En dan ben ik de oudste, nog. Dat is eigenlijk. Hij is 30 en ik 38. Samen 68. Ben jij erbij allemaal? Ik ben 35. Oude zakken. Dat is aan die jonge goden, kijk. Dat is aan die jonge goden. Yo, ik ben 19. En je rekt ook. Je staat er ook nog achterop, hè. Rek. Rek. Koop jongens, koop. Nee. Kom in Londen en we gaan hier eten. We zitten hier onder het spoor, zoals je kan hier kan zien. Ik weet niet of je een beetje goed kan zien. Het is natuurlijk een beetje lastig om s'avonds op te nemen. Maar we gaan hier onder het spoor gaan we hier ja, even lekker uit eten. We gaan eten. En ik weet absoluut niet wat er staat. We snappen niet, ja, de oren betekent of, hè? Maar weet al. Maar waar tussen we allemaal kunnen kiezen. Ik vind het echt best wel lastig, zeg maar. Het ziet er allemaal lekker uit, dus het zal wel goed zijn. Misschien kunnen mij helpen via Snapchat hoor. Wat moet ik kiezen? Voor mij is een lamshart of zo. Als je zelf zo'n 50% is jouw hoofd. Ik heb ook een hoofd. Nee, het zag er zo grappig uit. Ja, maar het doet zo. Waar staat dit? Ja, we weten het dus niet. Het is fucking briljant, hoor. Een Yorkshire. Ik ken alleen een Yorkshire Terrier, ken ik, maar... Ben jij kenbaar aan je hand? Ik weet het niet. Ben jij het? Of geen wat? Ik weet niet veel. Of geen een? Ben ik veel? Ik heb niet echt gekeken. Ik neem die. Die. Lady Hamilton Pollock. Ja, de lady neem ik. De lady, hè, dat is de eerste. Oh ja, dat is een story van Londen. Dat is nu tijdelijk. Oh echt? Ja. We staan voor het eerst weer samen. We gaan binnen. We gaan flappie eten. En ik drink gewoon water, nu denk ik alcohol. Hij gaat, Jan gaat dus. Jan, ga je nou eten? Weet ik veel. Nee, je vark, hè? Lekker. Ja, jij zegt het, jij bent beter gehoord dan ik. Nee, vark. Oké, nou houden we het op. Ik ga lam eten. Paul gaat slokje. Paul gaat konijn. Wil je dingen proeven? Mag ik? Dat kan ik niet doen. Ik heb wel bloed in de lip. Ja, hij mag wel. Bloed in de lip, ja? Zeker weten. Ik heb niks hoor. Ja, je wel. Vis is seropositief. Ik weet niet of je dat laten hebben. Nee, vis is seropositief. Maar ja, maar ja. Ik ben HIV positief. Dat is eigenlijk best lekker. Ja, hè? Gin tonic. Toch eens doen. Ja, dat ja. Lekker hoor. Dus, kijk, dit keer altijd drinken. Maar ik weet in ieder geval dat Paul en ik voortaan de dieetvlogs samen gaan doen hierna. Want ja, we krijgen. Maar nu lijkt misschien meer dan het is. Hè. Of het is elk onderdeel is dit. Mijn ja, oké. Oké, dat klopt. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan ook. Nou, die gasten gaan dus vandaag eten. En zoals de meeste mensen weten, ben ik allergisch voor vis. Ja. Dus ik heb varkens, weet ik veel. In ieder geval wat lekker is. Ja, wat is nou? Wat zijn jullie allemaal aan het doen, jongens? Ik kan gewoon geen normale vlog met die gasten opnemen. Ik word toch helemaal fucking gek van. Oh, wie is er fucking bij 6 maanden? In de beschrijving zie je het kanaal van Jan. Je vergeet, hè? Abonneer. Hey, maar je moet je eten opeten, anders wordt het koud. Ja. Ja, het ziet er wel. Weet je nog wel wat het is? Ja, het is varkens, weet ik wel. Is het perfect varkensneus? Ja, neus, oké. Zo net zo'n ding, hè? Nou, eet smakelijk, jongen. Yo. Dit is allemaal weer heel erg... Dit is echt geniaal. Maar ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik me niet awkward voel als ik aan het vloggen ben. Want ja, iedereen filmt ze mij, maar het is niet meer uit. Kijk, vis. Dit konijn. Sorry. Ik weet niet wat de rest is, jongens, maar we gaan vanzelf achterkomen. Echt al die fucking camera's, jongen, holy shit. We gaan eten. Ik weet niet wat het is. Het is vers om te praten. Vis, paas en vereten. Maar kom maar op. Lekker eten. Wat is er? Vis, vertalen wat groepsdruk. Wat? Vertaal groepsdruk even voor hem. Groepsdruk. Group pressure. Ja, dat zou je zeggen dan, hè, maar ja. Ronald, ga je niet... Nee. Ronald.
Waar smaakt dat dan naar? Eet het dan zelf! Eet het zelf! Hey, moeder, nee, 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 zelf, moeder. Ja, eet het zelf! Je vraagt waar je naar smaakt, moet je het zelf. Het hoeft een sokken. Je maakt een stuk gewoon lekker smaak als je het zelf op. Neem, neem een hap. Ik heb nooit een sok gegeten, hoor, maar ik wil het wel, geef maar. Ik wil het wel. Ik vind dat hij aan het bedoelt. Nee, nee, fuck op. Ik vind het wel heel veel. Heel veel. Maar als eigen bordje, jongen. Ik heb nieuwe smaak, hè? Ik heb nieuwe smaak. Wat is dat? Kom op. Hallo jongens, dat is een van vis. Hallo? Poeh, het is nu. Even kijken. 4 uur 1 Nederlandse tijd, oftewel 3 uur 's nachts. En de wekker staat om 8:30. Dat is lekker. Dus het wordt hier een kort nachtje. Dat is super tof. Eerste avond. En dag 2 zou ik zeggen. Een hele goede morgen. Ja, ik ga nu naar Paul toe. Even kijken of Paul wel wakker is. Ik had hem boven geappt, maar hij had niet gereageerd. We hebben gewoon wifi hier. Dus dat is echt natuurlijk top in het hotel. Hij zit op kamer 222. Ik zit trouwens op kamer 313. Klinkt ook wel echt zo fout. We gaan kijken of Paul wakker is. Goedemorgen. Ik was bijna bang dat je niet wakker was. Oh, wauw. Zo, je klopt echt 14 seconden aan, klopt. Huh? Echt 3 seconden aan en dan ga je nog kloppen. Dus dat doe je zelf. Ik klop aan en echt 6 seconden later klop je nog weer. Maar heb je een beetje goed geslapen? Ja, wel mooi. Ik ben wel een beetje, aangetast, zeg maar. De dag zal al lang worden, zou ik zeggen. Morgenochtend moet ik trouwens heel vroeg weg. Hey, hoe laat worden wij nou opgehaald? Kwart over vijf. Kwart over vijf. Dus om 4:30 gaat de weg. Nee. 4:30 gaat de weg. Nee, eerder. Ook al niet ontbijten hier natuurlijk. Fuck. Ja. 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 Goedemorgen. Goedemorgen. Ontbijt was lekker, hè? Ontbijt was zeker lekker, maar ik heb nog wel zin in koffie. Koffie, ja. Heb ik al even nodig. Het blijft echt vaag aan de andere kant van de weg rijden. Ik kan er niet aan wennen, toch? Ben je er aan wennen? Ja, ik ben er wel vaak geweest. Maar ik heb wel echt trek in koffie, ja, wat hij zegt. Heb ik wel nodig nu. Kan jij daar niet aan wennen? Ik kan met het oversteken niet aan wennen. Ja, dat. Ja, ik denk dat de verkeerde kant op. Dat heb ik wel. Dat heb ik wel. Gelukkig staat het ook op de grond aan. Ja. Welke kant je kijkt.